Ja, ik zie het. We zijn hier bij een klein kloostertje ergens langs de weg, een kilometer of zeven van de weg naar Nice in het zuiden van Servië. En we worden ontvangen door een buitengewoon vriendelijk nonnetje dat ons koffie wil aanbieden. Ze heeft ondertussen alvast een schaal met paaseieren neergelegd, want het is net Pasen geweest. Oh, dat ze postlozen trouwen. Oh, het Pascha, gospodje. Ik zou het wat aan spoor. Ik zei het al. Ja, dan zei het al. De koffie. Ja, we gaan even zitten. Yes, please, ja? Koffie? Ja, lekker. Oké, ja. Ze vraagt nog even naar hoe we onze koffie gebruiken. Nou, met een gebakje, zoals Herman Vinkers zou zeggen. Ben benieuwd. Klein kijkje nemen. Van het klooster. Het is heel zachtjes gaan regenen, maar dat mag de pret niet drukken. De temperatuur is heel redelijk. Het is april en een graad of 16 denk ik momenteel. Heel acceptabel. Vlakbij het monasterio, het kloosterkerkje, bevindt zich een begraafplaats. Daar liggen overleden popes en nonnetjes. En hier, in dit gebouw, daar wonen ze.